Het onafhankelijkheidsbureau houdt geen toezicht op de verkiezingen voor de president. De president wordt door de assemblee tijdens de assembleevergadering gekozen. En dat geeft al aan dat het de assemblee zal zijn die erop moet toezien dat degene die zich kandidaat stelt ook voldoet aan een aantal eisen. Helaas staat in de grondwet niet, behalve leeftijd en nationaliteit en residentie, staan er verder geen andere vereisten voor zich niet kunnen kandidaat stellen, als ik me niet vergis. Maar er staat ergens wel toch geen handelingen. Er stond, was die discussie er niet. Want ik heb de grondwet niet zo paraat in mijn hoofd als de kieswet. Sorry. Maar in ieder geval dacht ik niet dat dat er stond. Er staat ergens geen handelingen verricht in strijd met de grondwet. Geen handelingen verricht in strijd met de grondwet. Dat wil zeggen dat je al gekozen bent. Want het artikel richt zich tot de gekozen president. Je mag dit niet, je mag dat. En je mag ook geen handelingen verrichten in strijd met de grondwet. Maar natuurlijk als je veroordeeld bent en het vonnis gezag van geweest is. Want daar gaat het ook vooral om. Het vonnis dat er nu is, heeft geen gezag van geweest. Omdat het niet in kracht van geweest is gegaan. En dan weet ik dat ik nu heel technisch bezig ben. Dus ik haast me uit te leggen. Het feit dat er binnen de juiste termijn verzet is aangetekend, heeft gemaakt dat dit vonnis nog niet ten uitvoer kan worden gelegd. Omdat door het verzet het vonnis geen kracht van geweest heeft gekregen. En daardoor geen gezag van geweest heeft. Alleen een vonnis met gezag van geweest, of het nou strafrechtelijk is of civielrechtelijk, kan uitgevoerd worden. En alleen wanneer een vonnis gezag van geweest heeft, kan je juridisch technisch zeggen dat de persoon is veroordeeld.